Vandaag in Willem Wever zijn we in de Ardennen en zien we hoe Noor de hoogste rots van België beklimt. Bij het hoekje allemaal. Het is moeilijk te zien waar je moet staan, hè? Ja. En natuurlijk gaat onze reporter weer op pad voor de actuele vraag. Goedemorgen. Noor? Ik heb geen oog dicht gedaan in die tent. Hoi, het ziet er fris uit. Ja, dank je. Zo voor de vroege morgen. Ja. Heb je er zin in vandaag? Ja, dat wel. Even ontbijten? Goed idee. Dit is Martin. En Martin is een professioneel rotsklimmer. En Noor, jij bent, hoe noem jij jezelf? Een amateurklimmer. Een amateurklimmer. Maar vertel eens, wat is je vraag? Nou, ik klim binnen, maar daar zijn de grepen al vastgelegd. En ik zou nu willen weten hoe je op een echte rotswand klimt. Dat kan ik je laten zien. Want je hebt nog nooit buiten geklommen? Nee, nooit. Wat is er zo leuk aan het klimmen? Want ja, ik persoonlijk heb heel erg hoogtevrees. Nou, als je hoogtevrees hebt, dan zou ik het ook niet zo snel gaan doen, denk ik. Wat ik leuk vind aan klimmen is dat je je zo moet concentreren, dat je alle rest, dat je alle andere dingen vergeet. Wat vind jij zo leuk aan klimmen? Ja, het is een beetje spannend, het is uitdagend en je kan zelf je eigen niveau bepalen. En wat is er dan spannend aan? Dat je toch omhoog gaat en dat je op elk moment kan vallen. In zo'n klimhal kan ik me goed voorstellen dat je dan aan zo'n koord vastzit, maar buiten. Ja, ik hoop ook aan een touw. Ja, en we gaan vandaag klimmen op de rotsen. Ja, we zijn hier in België. En hier heb je vlak achter ons de hoogste rotswand van België. Die is 100 meter hoog. Die wand? Ja. De hoogste rotswand van België. Noor, durf je dat aan? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Spannend. Let's go. Ja. Klimmen doe je niet zomaar. Je hebt er heel wat spullen voor nodig. En die moet je allemaal meesjouwen. Nou, en dit is Tineke en die helpt ons voor de veiligheid. Hoe weet je nou waar je naartoe moet klimmen? Ja, in principe van dit soort gebieden waar heel veel geklommen wordt. Daar zijn boekjes van gemaakt en daar staan alle rotsen in. En er zijn de tekeningetjes van de rotsen. Dus bijvoorbeeld de rots die wij willen gaan beklimmen. Van een afstandje ken je hem misschien wel, dat die steeds breder wordt. En er staan allemaal lijntjes ingetekend met nummertjes. En we beginnen hier beneden. Dus dat is zeg maar 100 meter hoog. 100 meter. Ga wel lekker. Ah, ja. Maar aan die kant op zo. Zo mooi. Dat is hem dan. Ja. Zo. Nou, dit is dus ook het moment dat we onze helm op moeten gaan zetten. Dus je kunt je voorstellen, je bent hier in de natuur. En het kan zijn dat er vogels nestjes hebben, dat die bewegen, dat ze steentjes losmaken. En ook als je zou vallen en je komt ondersteboven met je hoofd tegen de wand, dan is die ook beschermd. Ik vind het echt heel stoer als je het doet. Ik zou nog geen meter omhoog durven klimmen op die rots. Tuigje aan, hè? Tuigje aan. Nou, zit wel goed volgens mij. Je is een beetje twijfelachtig beginnen te kijken. Ja? Klopt dat? Ja. Noor is een bikkel. Ze gaat ervoor. Maar niet voordat ze nog een kleine uitleg heeft gekregen. Toen vroeger de mensen begonnen met klimmen, dat ze dit allemaal nog niet hadden. Dat is natuurlijk al 100 jaar geleden. Wat ze toen op een gegeven moment hadden, had een smid had ijzeren pennen gemaakt. En dan zocht je een spleetje in de rots en dan zette je die pen ervoor en dan ging je de kuil met een hamer opslaan. En dat was dan zeg maar een haak, zoals je die nu ziet, maar dan in een spleet geslagen. Het nadeel daarvan is dat die op den duur los gaat zitten en dat je de rots heel erg beschadigt. Toen is er een hele slimme klimmer geweest. Die kwam met een klemveerapparaat.
zitten vier kemmetjes op, vier beweegbare delen. En als je deze naar beneden duwt, dan gaan die delen naar binnen toe. En dan kan je hem in een spleet plaatsen, zo. En als je hem dan loslaat, blijft hij erin vastzitten. En als je eraan gaat trekken, of als je erin zou vallen, dan wil hij eigenlijk alleen maar groter worden en blijft hij dus vastzitten. Dus je bent op een gegeven moment hang je aan de rots en denk je, oh jee, ik moet nog erg mijn touw vast gaan maken. Pak je zo'n ding van je gordel, die plaat je in een spleetje en als je hem loslaat, zit hij vast. Kun je je touw erin doen en kun je ontspannen verder klimmen. En als dan iemand achter me aanklimt om het weer uit te halen, hoeft hij alleen maar dit te doen en dan heeft hij het weer. Soms kan het ook makkelijker als andere klimmers al haken hebben achtergelaten. Ja, dit zijn in principe de haken die je in de rotsen tegenkomt. Die zijn er gewoon een gat geboord, er is een anker ingegaan. Dus dit zit er al. Dan heb je een, dat noemen wij een setje. Dat zijn twee karabiners met een slingertje, die gaat erin. En in de andere klik je je touw. Aan het tuigje gaat de touw en tijdens het klimmen gaat de touw in de karabiner. Als je valt, dat je dan uiteindelijk in je tuigje hier aankomt aan. Waarop moet je nou letten als je aan het klimmen bent? Wat hier anders is dan in de hal, is dat er zitten soms ook stukken rots achter je. In de hal klim je vooral met alles wat voor je zit. En dan kun je dus ook soms een beetje achter je kijken. Met je hand een beetje steunen of juist daar je voet neerzetten. Dus je moet iets meer om je heen kijken dan dat je in de hal moet doen. En voor de rest is het bijna hetzelfde. En wat nou als ik zo meteen niet meer halverwege zijn we? En dan als ik dan niet meer verder durf? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik zou zeggen, dan gaan we lekker naar beneden. Dat kan gewoon? Ja, dat gaan we regelen. Je kan in principe altijd naar beneden. En moeten we nog oefeningen doen voordat we gaan klimmen? Een warming-up? Ja. Wat we kunnen doen is gewoon heel rustig beginnen. En dat zou ik ook voorstellen. Begin rustig, kijk af en toe om je heen, want het is hier hartstikke mooi. Probeer niet heel snel te klimmen. En probeer op die manier gewoon rustig warm te worden. Kijk goed om je heen waar je je vast kunt houden, maar geniet ook van waar je bent. Want dat is ook een groot verschil met de hal. Je bent hier in de natuur. En deze rotsen zijn al eeuwen oud en dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. En wat als je nou moet plassen onderweg? Ja, dat is handig om dat te doen voordat je je gordel aantrekt. Ja, soms moet je gewoon plassen en dan heb je een clipje achteraan je gordel, die kun je losmaken. En dan moet je proberen je broek een beetje naar beneden te doen. Ja. Het is geen pretje. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ben je er klaar voor, Noor? Ja. Ja, zeker. Wij gaan naar boven dan. En dan zie ik jou boven. Ja, is goed. Ja, succes. Ik pak de auto en zal Noor boven aan de berg opwachten. Straks zien we of het haar zal lukken om de top te bereiken. Wil jij ook leren bergbeklimmen? Doe dan mee aan de prijsvraag op willemwever.nl. Ook al lees je nooit de krant, kijk je nooit naar het nieuws, het kan je niet ontgaan zijn dat er crisis is in Den Haag. Het kabinet is namelijk gevallen. Willem Wever zit bovenop het nieuws. Wekelijks gaan onze vaste reporters op onderzoek uit. Vandaag is dat Bram. En omdat het kabinet is gevallen, struikel je hier over de politieke journalisten. Maar wat is een politiek journalist nou eigenlijk? En wat doet hij? En kan ik het ook worden? Dat hoop ik vandaag te weten te komen. Stuur mij even een sms'je, want we willen het meteen even de uitzending gooien. Ja, oké. Hoi, dank. Hoe word je nou eigenlijk politiek verslaggever? Er zijn heel veel verschillende manieren voor. Je kunt eerst naar de school van journalistiek gaan, je kunt iets anders studeren, je kunt ook helemaal niet studeren, zoals ik. Maar wat wel heel belangrijk is, dat je heel erg geïnteresseerd bent in politiek. Dat je heel nieuwsgierig bent wat hier allemaal gebeurt op het Binnenhof. Dat je dat wilt weten, wilt uitzoeken. En dat je het ook leuk vindt om dat uit te leggen als het op televisie is aan mensen op de radio of erover te schrijven in de krant. Maar hoe zorg jij dan dat je als eerste het nieuws weet? Eigenlijk ben je 24 uur per dag met je werk bezig, ook in het weekend. Bellen, praten met mensen, kijken naar andere programma's, kranten lezen. En dan weer denken, hey, misschien moet ik daar nog achteraan. En heel veel investeren in contacten met politici. En als ik s'avonds om een keer om 11 uur thuis ben, dan zegt mijn vrouw en mijn zoontje zeggen dan, ben je er nou al? Heb je ook gewoon een dag soms niet geslapen door je werk? Ja, dat komt wel voor. Bijvoorbeeld een dag dat er een heel laat debat is, dat het heel spannend is en dat het diep in de nacht duurt. Of bijvoorbeeld een verkiezingsuitslag. Ja, en dan heb je 's morgens weer het ontbijtnieuws. Ja, dan kun je soms maar een uurtje slapen, twee uur slapen. Maar we hebben hier boven op de redactie een bank. Als het nou heel erg gortig wordt, dan ga ik even tussen de middag even een half uurtje daar liggen. Even bijslapen. Zou ik het dan ook kunnen? Volgens mij wel, maar je stelt nu al zulke goede vragen. Dat volgens mij mag je de politici ook wel heel erg lastig. Nee hoor. Frits Westerijs, jongens. Hoi. Ja. Nu? Oké, nee. Dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, we komen er zo meteen aan. Ja, oké, dank. Hoi. We moeten naar de Tweede Kamer toe. Er gebeurt kom, van alles. Kom, rennen dan. Ja, gaan. Oh, opschiet. We moeten echt naar de Tweede Kamer. Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Kom. Ga maar snel. Ja, nee, doorlopen. Maar wat is er dan aan de hand?
Ja, de nieuwe lijsttrekkers. Waarom zoveel haast? Ja, zometeen zijn ze weg. We moeten 4 uur dus houden. Oké, maar waar zijn we nou eigenlijk? Ja, nu in de Tweede Kamer. En we gaan nu snel naar die fractievoorzitter kijken welke allemaal wel of niet lijsttrekker willen worden. Ja, tot zo. Je redt het wel. Oké. Waar gaat hij nu naartoe? Hoi, bent u ook journalist? Ja, ik werk bij het NOS-journaal. Mag ik u dan een paar vragen stellen? Want het lukt me niet echt. Nee. Heeft u misschien nog een paar tips hoe ik er beter door kan komen? Ik zou zeggen, neem een paar lege kratjes bier mee en stapel die op en ga daarop staan, zodat je net zo groot wordt als ik. En zorg dat je hele lange armen hebt, want dan kan je altijd, kijk, als je dan hier staat, achteraan, dan gebruik je je armen en dan doe je dit. En dan ben je er. Bent u ook journalist? Ik ben ook journalist. Heeft u misschien een paar tips voor mij? Nou, je moet je natuurlijk altijd verdiepen in hoe de politiek in elkaar zit. Maar volgens mij weet je er al heel veel van. En je moet natuurlijk allemaal goed onthouden wie is. Wist u vroeger al dat u journalist zou worden? Nee, ik ben Tweede Kamerlid, dus ik ben geen journalist. Wie bent u nou eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Het is in ieder geval de makkelijkste die ik vandaag krijg. Ik ben Alexander Pechtold en ik ben de fractievoorzitter van D66. Hallo, wie ben jij? Ik ben Bram. En wat is uw functie? Meneer, bent u een journalist? Ah, ja, ik ben een journalist. Heeft u misschien een paar tips voor mij? Gewoon jezelf blijven. En ik denk als journalist dat je moet bedenken wat wil je eigenlijk weten. Als je dat weet, dan is het ook niet moeilijk om dingen te vragen aan mensen. Wist u vroeger al dat u dit wou worden? Nee, helemaal niet. Wat wou u vroeger dan worden? Ik wilde leraar worden en dat ben ik ook geworden. Ik ben leraar geweest op een basisschool, 18 jaar lang. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook een tweede hobby en dat was de politiek. Wat vindt u daar zo leuk aan om een lijsttrekker te zijn bij de SP? Ja, wat een goede vraag heb jij. Kijk, ik vind het hartstikke leuk dat ik op een plek mag zitten, dat ik zoveel... Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, moet er nog hebben. Kom, stel. Nou, ik heb het wel. Ik ga snel naar Frits om het te monteren. Hey Bram. Hi. Hoe ging het? Goed, maar hoeveel tijd hebben we nou eigenlijk nog om te monteren? Maar iets meer dan een kwartier, dus je moet echt 4 uur halen. Dus echt opschieten. Kunnen we meteen beginnen? Ja, we gaan gelijk beginnen. Ja, dat stukje mag er wel uit, want dat is niet zo boeiend. Ja. Maar dat stukje wou ik vooraan hebben en nu staat hij helemaal achteraan. Oh, oké. Is dat wat? Ja. Ga je het redden, Bram, want we hebben nog 5 minuten. Het gaat lukken. Oké. Hard werken, maar het gaat lukken. Nou, ik denk wel dat hij klaar is nou. Heel goed. RTL Nieuws. Door de aanhoudende commotie in Den Haag weten we pas na de zomer wie ons land gaat besturen. De vraag is, wie bestuurt ons land in de tussentijd? Politiek kinderreporter Bram Brekelmans van Willem Wever maakte er de volgende reportage over. Ik sta hier in Den Haag om de mensen van de politiek eens aan de tand te voelen over hoe het nou verder moet zonder kabinet. Hoe zit het nou met de begroting in de tijd dat het kabinet er niet meer is? Nou, dat maakt het allemaal dan niet makkelijker op. Maar de verplichting is er altijd nog wel voor een regering, ook als het kabinet is gevallen, want er is nog steeds een regering, om de lopende zaken te behartigen. Wat gebeurt er nou als er voor september iets gaat gebeuren en er is geen baas meer in Nederland? Wie neemt dan de beslissingen? Nou ja, de Tweede Kamer is eigenlijk de hoogste baas van Nederland. We hebben natuurlijk wel ministers, maar de ministers doen wat de Tweede Kamer ze opdraagt. Hier gebeurt het allemaal. Hier wordt ons land bestuurd. Heeft u al een voorkeur voor een nieuw kabinet? Nou, ik vind u eigenlijk wel heel geschikt. Maar ik ben nog veel te jong. Nou, maar volgens mij bent u wel een talentje, hoor. Nou, dat was hem dan. Ja, het is leuk geworden. Ja, vond je echt leuk? Mm-hmm. Wat vond je zo leuk aan? Nou, om een politiek verslaggever te zijn en wat ze allemaal doen. Hoe je de mensen moet interviewen en ik vond het gewoon een hele leuke dag. Heb je ook journalist worden nou? Ja, ik vind het wel leuk om te doen, ja. Oké, dan zien we je vast heel snel terug, want ze komen hier heel jong binnen altijd. Welkom terug in de Belgische Ardennen. Noor wil weten hoe je in de vrije natuur een rots beklimt. En om daarachter te komen gaat dappere Noor zelf de hoogste rots van België beklimmen. Nou, deze ken je natuurlijk wel uit de klimhal. Omdat we nu in de zon klimmen is het misschien wel lekker om je magnesiumzakje open te doen. Want magnesium gebruik je eigenlijk als je handen een beetje vochtig worden, dan heb je niet meer zo'n goede houvast.
En doe je handen een beetje erin en dat magnesium zorgt ervoor dat het vocht van je handen afgaat, dat het opgelost wordt. Je goede grip hebt. Ja, turners gebruiken het ook en wij gebruiken het om te klimmen. Dus je zal heel veel klimmers hebben zo'n klein zakje achter op hun rug hangen, waar je met allebei je handen dan bij kan. En dat is om de handen een beetje stroef te houden. Nou, volgens mij zijn we er helemaal klaar voor. We gaan het gewoon proberen en dan zien we het wel. Onze cameraman is zelf ook een klimmer, dus die gaat even naar boven. Hoe gaat het, Willem? Alles onder controle. Maar ik kan er misschien weer eentje in plaatsen. Oké. Oh ja. Zitten we haken naast ook, hè? Gaat dat hartstikke goed, hè, hoor. Mag je zo een beetje naar links gaan klimmen. Deze kant een beetje op, dat is makkelijker. Het gaat Noor tot nu toe supergoed af. Maar hoe hoger ze komt, hoe enger het wordt. Het is moeilijk te zien waar je moet staan, hè? Ja. Ga je het hoekje om, Emma? Je mag ook gewoon loslaten en dan ga je slingeren. Dat is goed, dit is heel goed. Dit is heel goed. Perfect. Dat was even lastig, hè? Hier is dat veel gladder. Ja, het is wel gladder, hè? En dat komt omdat deze rots heel veel beklommen is. Ja. Gaat het goed, mooi. Het ziet er allemaal heel ontspannen uit. Heb je al gezien hoe hoog je ondertussen zit? Wel ongeveer 50 meter, iets hoger. Nou, wel, ik denk wel 80 meter al, denk ik. Wow. Misschien nog wel hoger. Supergoed van je. Goed zeg. Ik ga het even. Kijk. Noor. Hallo. Joehoe. Hey. Wow, dat was knap. Ja. Hoe was het? Ja, echt super gaaf. Echt. Dan kijk je naar beneden en dan zie je echt wel dat je zo hoog bent. En sommige stukken was hartstikke glad. Ja. En als je naar beneden moest, was het ook wel een beetje eng. Want je kan je opeens gaan uitglijden. Maar het is allemaal goed. Hoe waren die gladde stukken? Was dat ook eng? Dat was eng om te doen. Want je kon je voet dan nergens neerzetten. Hoe vind je dat ze het gedaan hebben? Ja, echt super. Ik zou echt niet zeggen dat het de eerste keer was dat ze in de rotsen klom. Het stond heel goed op de voeten. Ook al was het soms glad. En dat hadden we van tevoren wel gezegd. Maar dat ze er dan ook aan denkt tijdens het klimmen, dat vind ik echt heel knap. Ik vind het zo stoer. Ja, dat is bijzonder, hè? Wat wordt je volgende berg? Matterhorn. Hoe hoog is die? Heel hoog. Ja? Ja, tof. Daar hou ik je aan, ja? Ja. Even gillen. I'm the king of the mountain. I'm the king of the mountain! Zo, dat hebben we gehoord. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Ga dan nu naar willemwever.nl.